Leerkrachten in Heemse en Marondorpen volgen training tweetalige rekenmethode. De training Intercultureel Docentschap is gisteren afgesloten op het bureau van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS. De training is onderdeel van de tweetalige interculturele methode Natuurlijk Rekenen, die sinds enige tijd wordt gebruikt op een aantal scholen in het binnenland. Het gaat om een bijzonder pilotproject van de FITS, de Vereniging van Saramakaanse Gezagsdragers en de Ruto Foundation for Intercultural Multilingual Education. Het bijzondere karakter van dit project is dat voor het eerst in Suriname rekenonderwijs wordt gegeven in het Nederlands en de eigen inheemse of Marontaal. Het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs heeft de pilot ondersteund die plaatsvond in 6 dorpen, te weten Galibi, Donderskamp, Washabo, Powaka, Kayapati en Yauyau. De impact van deze tweetalige rekenmethode valt of staat met de uitvoering door de leerkracht. Vandaar dat de training ontzettend belangrijk was. De leerkrachten van het pilotproject zijn een belangrijk rolmodel voor inheemse en Maron-leerlingen. Zij onderwijzen de kinderen in hun eigen taal en op een manier die bij hun leefwijze past. Ook begeleiden ze de ontwikkeling van de kinderen waarbij een gevoel van trots op de eigen taal en cultuur centraal staat. Dat gevoel is van groot belang voor de overleving van de taal en cultuur en het behoud van de kennis die erin besloten is. Door te leren vanuit een voor hen bekende taal en cultuur kunnen de kinderen ook sneller en makkelijker leren rekenen in het Nederlands.